Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over shock. Shock is een levensbedreigende aandoening door een tekort aan circulerend volume, waardoor er te weinig bloed rondstroomt om alle weefsels van bloed te voorzien. Dit noemen we circulatoire falen en dit leidt tot celschade en daardoor tot multiorgaanfalen. En hier kan je dood aan gaan. Er bestaan verschillende soorten shock, waarbij het mechanisme steeds net iets anders is. De basis is de instandhouding van de bloeddruk. Dit wordt normaal gedaan door een combinatie van perifere weerstand, welke met name te maken heeft met de diameter van de bloedvaten, en de cardiac output, ook wel hartminuutvolume genoemd, want het is de hoeveelheid bloed die het hart per minuut wegpompt. Cardiac output kan je berekenen door de hartslagfrequentie, oftewel het aantal slagen per minuut, te vermenigvuldigen met het slagvolume, de hoeveelheid bloed dat het hart uitpompt per hartslag. Het slagvolume kan je berekenen door het verschil te nemen tussen het einddiastolisch volume, oftewel volume na de rust van het hart, dus net na het vullen van de ventrikels en precies voor de hartslag, en het eindsystolische volume, na het samentrekken van het hart, dus net na de hartslag. De verschillende soorten shock zijn hypovolemische shock, cardiogene shock, obstructieve shock en distributieve shock. Ook kan je shock indelen op welke symptomen je ziet, de cold shock en warm shock. Hypovolemische shock wordt veroorzaakt door een groot verlies van bloed en of plasma. Als het door bloedverlies wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld bij trauma, wordt het hemorragische shock genoemd. En als het door iets anders komt, wordt het ook wel non-hemorragische shock genoemd. Dus als je bijvoorbeeld te veel vocht verliest door braken of bij diarree, denk dan bijvoorbeeld aan cholera, of als je geen toegang hebt tot water. Het einddiastolische volume gaat naar beneden simpelweg omdat er te weinig bloed is om de hartkamers te vullen. Hierdoor daalt het slagvolume en dus ook de cardiac output en hierdoor zal de bloeddruk dalen. Dit laat het lichaam natuurlijk niet zomaar gebeuren. Het lichaam gaat compenseren. Dat doet het door stofjes uit te scheiden, de catecholamines, waaronder adrenaline, die onder andere zorgen voor een hogere hartslagfrequentie en vasoconstrictie. Ook nog ADH, antidiuretisch hormoon, dat water terughaalt uit de voorurine naar het lichaam toe. En angiotensine 2, die we natuurlijk kennen van het RAAS-systeem, dat onder andere zorgt voor vasoconstrictie en dus een hogere perifere weerstand. Dit samen met de compensatie van de cardiac output zorgt voor een gedeeltelijke herstelling van de bloeddruk. Normaal zorgt onze bloedstroom door de huid voor de temperatuur van onze huid. Want bloed heeft natuurlijk de temperatuur van binnen ons lichaam, ongeveer 37 graden. Als er te weinig bloedflow is, door een combinatie van vasoconstrictie en lage bloeddruk, dan wordt de huid koud en klam. En dit noemen we cold shock. Hypovolemische shock kan zich uiten als een cold shock. Cardiogene shock is shock die wordt veroorzaakt door het hart, bijvoorbeeld een hartinfarct. Dat hartinfarct zorgt ervoor dat het hart niet meer goed kan functioneren. En dus dat het slagvolume naar beneden gaat. Hierdoor zal de cardiac output dalen en dus ook de bloeddruk dalen. Ook dit wordt gecompenseerd door het lichaam met adrenaline, ADH en angiotensine 2. En ook deze vorm valt onder cold shock, waarbij patiënten koud en klam aanvoelen door verminderde bloedstroming door de huid. Obstructieve shock heeft ook te maken met het hart, al ligt hier de oorzaak niet in het hart zelf, want dan zou het vallen onder de cardiogene shock, maar buiten het hart om door obstructie, vandaar de naam obstructieve shock. Door de obstructie kan het hart niet genoeg bloed meer rondpompen. En rondom het hart ligt een vlies, dat is zoals eigenlijk alle organen in ons lichaam een vlies hebben. Bij het hart noemen we dat het hartzakje, oftewel pericard. Als er vocht of pus of bloed in het pericard terechtkomt, kan het hart zich niet meer vullen omdat het verdrukt wordt. Dit kan je bijvoorbeeld zien bij een acute myocarditis, dat is een ontsteking van de hartspier. Of bij een harttamponade, waarbij er bloed in het pericard komt. Ook kan het zijn dat er direct na het hart een bloedprop zit, waardoor het hart tegen een barricade aan het oppompen is, wat ertoe leidt dat het eigenlijk helemaal geen bloed meer kan rondpompen. Dit kan je bijvoorbeeld zien bij longembolie. Hierdoor zal het slagvolume ernstig beperkt worden, waardoor de cardiac output daalt en daardoor ook de bloeddruk daalt. En ook dit zal zich uiten als een cold shock. Dan hebben we nog distributieve shock. Hierbij is juist de perifere weerstand het probleem, omdat er te veel vasodilatatie is, waardoor de bloeddruk daalt. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals een bloedvergiftiging, oftewel sepsis, waarbij het een septische shock genoemd wordt, of bij een allergische reactie, waarbij het een anafylactische shock genoemd wordt,
Of als de neurologische regulatie uitvalt om de diameter van de bloedvaten te regelen. Dan wordt het een neurogene shock genoemd. Omdat hierbij dus geen sprake is van vasoconstrictie, maar juist vasodilatatie, kan het bloed er juist sneller doorheen stromen, zelfs te snel, waardoor het bloed zijn zuurstof niet meer kan afgeven aan de weefsels. Maar dit is dus ook te zien in de huid. De huid is roder, warm en droog. Dit wordt dus warm shock genoemd. Verder is belangrijk om te onthouden dat heftige bloeddrukdalingen dus niet een eerste symptoom is van shock door het compensatiemechanisme. Alleen als het langdurig niet herkend wordt en op een gegeven moment het compensatiemechanisme van het lichaam tekort gaat schieten, zal bij vergevorderde shock de bloeddruk heel erg gaan dalen. Waar kan je het dan wel snel aan herkennen? Nou, aan tachycardie, dus een snelle hartslag van meer dan 100 per minuut, met hierbij soms een nauwelijks voelbare pols. Tachypneu, met een ademhaling van meer dan 20 per minuut, met een oppervlakkige ademhaling. Oliguria, dus een verminderde urineproductie van minder dan 20 ml per uur. En cerebrale verschijnselen, zoals verwardheid, onrust, angst en soms een verlaagd bewustzijn. En verder zijn dus de koude, klamme huid klassiek bij een cold shock en bij de warm shock juist een warme, droge huid. Verder voelt de patiënt zich super beroerd en kan braakneigingen hebben. Een kleine bloeddrukdaling kan je zien, maar een ernstige hypotensie zie je dus pas als de compensatiemechanismen van het lichaam niet meer voldoende zijn. Dat was het filmpje over shock. Je hebt geleerd over de verschillende vormen van shock en hoe ze veroorzaakt worden. Bedankt voor het kijken.